Yo mensen, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Iris en vandaag een super top video. Dit is de eerste Minecraft Survival video. Ja, ik ga beginnen aan Minecraft Survival. Ik heb zelf een server gebouwd, in ieder geval een poging gedaan. En het werkt, laten we daarop houden. En nu hoop ik dat ik nog andere mensen ook in kan uitnodigen. En dat we gewoon leuke dingen kunnen toevoegen. Ik heb zelf wel het idee om een minimap bijvoorbeeld in te doen. Zodat we een soort van waypoints kunnen zetten. Zeg maar gewoon plekken waar we geweest zijn en die we willen onthouden. Dus daar heb ik al een beetje ideeën over om dat te doen. We gaan gewoon van alles proberen. En in deze Minecraft Survival kunnen jullie van alles zelf ook bepalen. Bijvoorbeeld, bouw een boerderij of ga naar de Nether. Zulke dingen. Jullie mogen ook gewoon dingen bepalen. Of als het huisje lelijk is. Dat huisje verslopen en bouw er een villa. Jullie kunnen dus van alles gewoon daar bepalen. Maar zoals we zien zijn we een skeleton. Midden in een bos beland. En dat vind ik eigenlijk best wel crap. Ik hoop altijd dat ik een beetje op platteland kom. Zodat ik niet zoveel te hoeven te lopen. Want op het platteland is natuurlijk gewoon veel chiller. Om gelijk te beginnen. Laten we maar gewoon beginnen met de basis natuurlijk. Door stom boompjes weg te hakken. Dat is heel belangrijk, want zoals jullie zagen liep daar al een skeleton. En ja, we willen niet doodgaan. Oké. En de laatste. Dan gaan we nu maar gewoon gelijk beginnen met een crafting table. Zo. En wat sticks of zo. Ik denk dat het beste is als wij gewoon gelijk even een pickaxe maken en gewoon een zwaardje voor het geval dat. Zo. Ik denk dat dit het belangrijkste is. Oh nee, en we kunnen trouwens nog wel een axe maken. Dat is ook wel erg relax. Sorry, ik weet niet of jullie hem hoorden, maar hij was sowieso heel slecht. Oké, dan kunnen we in ieder geval ietsje sneller hout hakken. Ik stel voor, even kijken, we spannen in het begin hier. Daar is water zo te zien. Daar, laten we gewoon, ik denk dat dat, ja, we gaan gewoon even daarboven op de heuvel kijken. En dan gaan we gewoon kijken waar we in gaan. En sorry als ik heel erg soms zo in mijn scherm zit, maar mijn scherm is beneden. Wat is hier? Een gat, cool. Oh, wat wel. Ik heb trouwens nog nooit een survival gespeeld op 1.15 en überhaupt op de... computer, want meestal speel ik survivals op de PlayStation gewoon, want dan kunnen we gewoon gezelliger met vrienden spelen. Dus dit is ook allemaal nieuw voor mij. Want de PlayStation loopt ook achter met versies, dus waarschijnlijk heb ik 1.14 ook nog nooit gespeeld op de PlayStation. Dus er zijn allemaal nieuwe dingen en ik had eigenlijk mijn geluid even uit moeten zetten. Zo. En ik wil gewoon hier naar boven. Kut. Maar we moeten natuurlijk wel in het begin een mooi plekje vinden. Oh, hier is een cave. Oh, fuck. Help, help. Shit, ik zit vast. Dat was niet slim. Ga dood. Goed zo. De eentje is al dood. Ga dood. Oh nee, ze leeft nog. Oh, nog één. Als we de creeper die ding laat ontploffen, dan... Oké, het is gelijk een beetje chaos. Waar is de skeleton nou heen? Het is... Oh, fuck. Oh, guys, ik ben al bijna dood. Oh shit. Ik heb een half hartje. Dat is niet goed. Oké. Dat kool laten we heel even zitten. Ik moet echt even eten hebben. En ik zie dat het nu al donker wordt. En dat is allemaal heel ruk dit. Oh shit man. Het begint niet zo heel goed. Ik hoor een kip. Oké, echt. We moeten heel erg snel eten. Wat is dat? Oh, een schaap. Ik dacht even een ijsbeer. Moet ook oppassen voor fall in damage. Oké, we hebben één schaapje.
Oké, okay, even snel dit hakken. Oké, okay, jongens, dit gaat eigenlijk niet heel goed in het begin. Ik had niet verwacht dat ik al bijna dood zou zijn. Snel, snel, snel. Oké, okay. Crafting table plaatsen. Furnace. Oké, okay, snel. Ik weet dat daar ook kool is, maar... Oh god, er loopt daar nog een creeper ook. Of we kunnen een bed maken, toch? Oh. Oké, okay, we hebben een bed. Laten we gewoon slapen. Gewoon snel slapen. Is het dag. En dan... hebben we het gefixt. Oké, okay, jongens, ik zie daar al een beetje plat land. We beginnen eigenlijk gewoon deze berg op om te kijken, überhaupt. Waar iets van leuke dingen zijn. Maar ik zie daar... Zie ik al platteland. Dus laten we gewoon een beetje daarin gaan of zo. En niet hier naar beneden springen. En die kip daar beneden wel doden. In ieder geval, het chill is, we hebben al een schaap vermoord. Dus we hebben al een bed. En dat is vrij relaxed. Want dan kunnen we in ieder geval gewoon gaan slapen. Ik zie daar lekkere varkentjes. Die geven meestal ook wel lekker veel vlees. In dit geval 4. Kijk eens aan. Maar we moeten eigenlijk wel even een lekker huisje bouwen in het begin. Want ja, anders vind ik het niet echt een geslaagde eerste survival. En even gewoon goed eten voorraadje. Oh, dit is wel een mooi gebied, vind ik. Hé, lava! Oh, dat is super chill als we bij lava zitten. Dat is super chill. En er schijnen trouwens heel veel nieuwe mansions en alles te zijn. En iets van pillagers of zo. Ik heb ze zelf nog nooit gezien, echt. Maar ja, in video's dan. Maar... Dit is wel een relaxed plekje. Eigenlijk moeten we niet al die koeien doden, maar screw it. Oh, wat is hier? Hier is nog een cave ook. Nou, kijk eens aan. En daar is ook heel veel. Sugarcane. Mm-hmm. Ik denk dat we gewoon hier boven op de berg ons eerste huisje gaan bouwen. Ik denk dat dat wel leuk is. Dus laten we even gewoon hier hop hop doen. Even het eten maken. En ik zat te denken aan een schepje. Want dat is wel handig. En we moeten overduidelijk natuurlijk meer hout hebben. Ik wil even dit bovenste laagje weghalen, want dat is wel groot. We gaan er niet een te groot eerste huisje maken. Dat is gewoon helemaal ruk. Zo, en de laatste paar. En die laten we dan nu even zweven. We hebben ook heel veel bloempjes weggehakt. Dus we hebben ook lekker wat blauwe bloempjes. We hebben al 4 seeds. En dan kunnen we hier een trappetje naar beneden maken voor de farm of zo. Dat zou wel cool zijn. Even dit nog weghalen. Helemaal mooi. Dan gaan we hier gewoon ons eerste huisje bouwen. Ik zie dat eten al klaar is. Dus dan halen we dat even uit en doen we die er even in. Laten we even eten en boompjes hakken. Dus we kunnen ook wel even snel een stone... X maken, want dat gaat gewoon allemaal veel sneller. Oh, laten we dan trouwens die eruit halen en gewoon die erin doen. Zo. Oké, okay, ik ga even hout hakken. Ik ga gewoon daarin. Dus dichterbij, denk ik. Oh, what the hell? Krijg je nu sticks uit een boom? Wacht, what the heck? Ja, oké. Okay. Super weird. Dat wist ik niet. Ik ben gewoon een beetje heen en weer aan het lopen. En ik heb nu al aardig wat hout. En ik zie opeens sticks op de grond liggen. What the fuck? Oké, okay, nou, ik heb in ieder geval aardig wat hout. Oh, kool zie ik daar ook. Fijn om te weten. Ik hoor ook heel veel spinnen en shit. Dus laten we even snel het huisje bouwen. En eerst een chest. Misschien wel handig. En even gewoon dit weghakken. Oké. Okay. Als eerst een chest. Zo.
Deze zit even aan de kant. Zo, hop. Even kijken, die mag erin. Dan mag die even gebakken worden. En dan maak ik weer even een chestje. Want dan kunnen we in ieder geval ons spulletje even droppen. Zo. Boompjes ga ik even planten straks. Bed erin, hop, hop, hop. Oké, we gaan even snel het huisje bouwen. Ik ga even denken, hoe ga ik het huisje bouwen? We gaan het wel een beetje leuk maken natuurlijk. Dus laten we iets meer hout maken. Zo. En dan... Ik weet niet hoor, we gaan wel gewoon wat doen. Zo. Misschien deze even weg. Zoiets. Hoppakee, prachtig. Even dit weghalen. En dan hebben we een huisje, mensen. Het ziet er niet heel mooi uit, maar we hebben er één. En dat is het belangrijkste. Even kijken, zo, hop, hop. Dan halen we die weg. Dan gaan we die als eerst plaatsen, want ja, dat is natuurlijk wel het belangrijkst. Laten we het bedje maar gewoon hier plaatsen of zo. Dat is wel een mooi plekje. Dan hebben we jou nodig. En jou. Laten we de furnace zo doen. En dan maken we hier chesten of zo, weet ik veel. Zo, laten we gelijk gewoon een beetje de chest een soort van organiseren. Hier hout, zo, hoppakee. Prachtig. Nou, die kan we trouwens gewoon in de oven. Laten we trouwens wel even eten. Zo. Ik zal jullie nog even een kleine tour geven rond het huisje. Nou, het ziet er niet heel mooi uit. Maar het is een leuk beginhuisje. Mijn bouwskills zijn ook het verre van goed. En wel gelukkig veel lichtinval. Gewoon een simpel deurtje. En nog niet een hele mooie inrichting. Wel een mooi uitzicht. En voor de rest houden we het daarbij. Mensen, in de volgende aflevering gaan we even een beetje de omgeving verkennen. En ik ga natuurlijk ook gewoon offline, zeg maar, zonder dat jullie het zien. Af en toe ook nog even een beetje hout hakken of steen. Zodat ja, jullie niet al die lasten hebben. En dan hoop ik dat jullie deze serie leuk gaan vinden. En dan check ik jullie gewoon de volgende keer. Later, laters.